De arrangementen van Suripop 2024 zijn het bewijs van de steeds evoluerende muziekscène van Suriname en een nieuwe stijl van Suripop muziek maken, zegt een van de Suripop-finalisten, Eurito Sandvliet, in gesprek met onze redactie. Suripop is een tweejaarlijks evenement voor liedschrijvers dat sinds 1982 in Suriname wordt gehouden. Het festival wordt georganiseerd door de Stichting ter Bevordering van Kunst en Cultuur in Suriname. Sandvliet, die een liefdesnummer schreef, is van mening dat deze editie van Suripop de meest uitstekende en diverse editie is. Natuurlijk moeten mensen openstaan voor vernieuwing. En ja, het gaat niet als toen klinken, omdat we elke keer weer vernieuwing moeten brengen binnen een contest, laten we het zo zeggen, want we kunnen niet op één stijl blijven. En ik sta er altijd open voor vernieuwing, nieuwe stijlen, en dat hebben de 2024 componisten bewezen. Je hebt reggae, je hebt een kona, je hebt soul, ballad, rock. Dus ik ben echt tevreden met wat we van het jaar hebben neergezet. Sandvliet vindt het belangrijk om door te zetten ondanks de vele uitdagingen. Werken aan een Surinaams product is ook bijdrage aan de opbouw van de muziekscène van Suriname. Ga terug naar oude componisten, oude finalisten. Neem je motivatie tenminste bij de top 3. En bestudeer, analyseer en doe je uiterste best om inspiratie uit die liederen te pakken. Dat heb ik gedaan en daarom ben ik hier. Sandvliet besluit met de oproep aan de samenleving om Suripop te blijven ondersteunen. Dit is een vorm van waardering voor het eigen product. De finale van het evenement is op zaterdag 3 augustus.